er is een meneer die daar een heleboel over kan vertellen, want hij is van JACA Dienstverlening. Jan Lucas, waar zijn jullie de afgelopen dagen mee bezig geweest? Nou, we zijn weer een nieuwe fase in de aanleg van landgoed Vogelzang begonnen. En u ziet op de achtergrond de bomen die geplant worden. Dit zijn mooie grote bomen die beeldbepalend worden. En in het vervolgtraject wordt het dan het bosplantsoen wat geplant gaan worden. En zo gaan we stap voor stap een stukje richting de realisatie van een heel mooi park. Ja, want dat park, en dat wil natuurlijk elke Almeloer graag weten. Wanneer denken jullie daarmee klaar te zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Wij werken met de natuur en onze opdrachtgever heeft er natuurlijk ook wat over te vertellen. Ik denk dat het zeker nog eind van het jaar wordt en misschien nog wel begin volgend jaar, want er is nog wel het een en het ander te doen voordat het helemaal af is. Ja, want naast de bomen komt er ook een mooi wandelpad, heb ik begrepen, waar mensen die een beetje van de natuur houden, lekker kunnen wandelen. En ja, hoe lang is dat pad ongeveer? Ik dacht uit mijn blote hoofd dat het pad iets meer dan een kilometer lang was voordat het weer aansluit op andere wandelpaden hierachter. En het pad ligt er al ruw, maar moet nog afgewerkt worden zodat mensen een beetje met mooie voeten, droge voeten, over kunnen komen. Hierbij een afbeelding van hoe het Vogelzang gaat worden. Deze donkere gedeeltes, dat worden allemaal boschages. En onlangs, dus ook vandaag, hebben ze daar bomen geplant. Dat zijn die grote, echt beeldbepalende bomen. Dat zijn er ongeveer 18. En alle andere stukken zijn dus boschages. En daarlangs komt dan een groot wandelpad van ongeveer een kilometer lang en dat is voor iedereen toegankelijk.